the place, motherfucker! We zijn er weer, dames en heren, jongens en meisjes. S'nachts zit het weer tijd om wat content te maken, dus dat gaan we ook maar doen. We gaan absoluut genieten. Ik weet nog wel dat ik een tijdje geleden, ik denk een jaar of twee geleden, ik ben gewoon video's aan het recyclen. Ik kan gewoon letterlijk doen wat ik 5 jaar, ik zit al 10 jaar op deze site. Waarom kijk je nog steeds? Nou, geef antwoord dan. Ik ben wel benieuwd. Omdat je mij altijd een glimlach op mijn gezicht bezorgt als ik een slechte dag heb. Oh. Dames en heren, jongens en meisjes, het leven is een feest. Je moet alleen zelf de slingers kopen. Dus ga fucking aan het werk en verdien geld, ja? We gaan vandaag exen van BN'ers raden. Aangezien ik voor mijn gevoel steeds meer een bekende Nederlander aan het worden ben, of ik het nou wil of niet. Ik bedoel, nu.nl schrijft over mij iets totaal onnodigs. Iets zo overbodigs dat ik het bij mij bijna voor schaam dat ik op nu.nl sta. Calvijn snapt niet waarom collega-vloggers zelf nog editen. Wie de fuck boeit dit iets? Even kijken hoor. Oh ja, ik zie het. Niemand. Aangezien ik noodgedwongen steeds meer mezelf vergeef in BN'er kringen, moet ik natuurlijk wel even op de hoogte zijn van wie heeft getonkt met wie, wie chillt met wie, wie heeft ruzie met wie. Wat dik, ik zie één gekke fucking motvlinder in mijn huis, bro. Get out of my fucking house. Love you, wat doe je? Nou, bro. Verdwijn, ja. Het is jullie ongetwijfeld niet ontgaan dat ik sinds een aantal weken ben begonnen met vloggen. En ik vind het amazing. En ik dacht ook 10 jaar lang dat ik geen vlogger was. Tot ik op een dag wakker werd en dacht, fuck it. Mijn leven begint een beetje saai te worden. Ik kan of de hele dag gamen. Of ik ga gewoon de hele tijd grappige dingen filmen en dat op YouTube zetten. Calvijn Vlog is geboren. Het is echt prachtig. Als je de vlog nog niet gezien hebt, ga het sowieso checken. Dan gebeurt dit. En dit. Misschien en ook een beetje van dit. Mogen we gewoon kritisch zijn nu? Ja, want ik ben normaal helemaal niet. Hoi. Doe het. Oké. Genoeg promo praat voor mezelf. Abonneer trouwens even. Nee, grap. Exen van bekende Nederlanders raden. Here we go, dames en heren. Oké. We zijn begonnen. Ik zie een dame. Deze dame is de ex van een bekende Nederlander. En ik moet raden wie dan de bekende Nederlander is. You got me, you get me, you fool me, you see me, you want me, you do me. Dit is een knappe vrouw. En ik ken haar niet. Ik heb geen fucking idee. Ik zou dat waarschijnlijk moeten weten. Waarschijnlijk weet Nina wie dit is. Zegt Nina. Oh ja, ik heb haar wel eens een keer haar op zo'n event wel eens gezien. Echt een leuke meid. I don't know, mate. I don't know. Ik ga gewoon zeggen, dit is de ex van Matthijs de Ligt. Martin Garrix. Lekker, maat. Martijn, als je kijkt, beautiful woman, great taste. Great responsibilities. Great taste. The fuck zeg ik. Jolante Cabau van Kasbergen. Hey. Eigenlijk is deze video gewoon een excuus voor mij om naar een mooie vrouw te kunnen kijken. En naar mooie mannen. Gewoon naar mooie mensen. Ik kijk graag naar mooie mensen. Ik word er gauw blij van. Jolante, jij bent de ex van allemaal kerels. Waaronder Wesley Snijder. Boom. En Jan Smit. Maar goed, hè. Fuck it. Maar moet ik iedereen's ex op gaan noemen of wat? Gabi! Woehoe! That's what I'm talking about. Ik snap alleen niet precies waarom deze mannenhand er ook ineens is. Maar oké. Is goed. Gabi is sowieso mijn ex. Dat weet niemand, maar dat is een geheimpje, weet je wel. Wat als voor Mattie mijn chick was? Wat dan? Nu.nl, Calvijn over ex Gabi. Gabi is de ex van Quintino, dat weet ik toevallig. Maar het is ook de ex van Jim Bakkum. Dat heb ik ook laatst ergens gezien. Ik ben op de hoogte. En waarschijnlijk nog wel wat. Jim Bakkum. That's what I was saying. Jim Bakkum. Kijk die stilo van Jim. Wat is dit voor stilo? I want some sweet money in my tea. Maar ik kan hem wel goed. Bridget Maasland. Ga ik alleen maar vrouwen krijgen? Wat is dit? Ik dacht dat ik ook kerels ging krijgen. Waarom zeg ik? Ik krijg alleen maar vrouwen. Bridget Maasland is de ex van André Hazes. En ook de ex van, weet ik veel, Johnny de Mol. What the? Hé, zij heeft wat, eerlijk. Bridget Maasland heeft wel van die Hollandse pappies gepakt. Je weet toch? Ik bedoel, Johnny de Mol, André Hazes, Kelvin Boerma. Nee, nope. Ga ik niet zeggen. André, dat is natuurlijk mijn grote vriend. Chantal Jansen! Ook een prachtige vrouw. Waarom krijg ik alleen maar vrouwen? Wat is dit? Dit is de beste dag van mijn leven. Is de ex van ook Johnny de Mol? Ook Johnny de Mol? Misschien wel. Ah!
Ik wist het niet. Wat heeft hij ook... Wat heeft hij voor haar? The man has got some taste. Ik moet eerlijk toegeven, tot nu toe doe ik het best wel goed. Ik heb één fout, de rest is allemaal goed. Ik hou de tel niet bij, maar waarschijnlijk is het dit. Dankjewel. Who the fuck is this? Oh, K3. Oh, dit is... dit is Josje van K3. Nou ja, die gozer van Studio 100. Gert heet hij volgens mij. Of Bert. Of Bart. Of Gart. Weet ik niet. Die heeft dus... hoe zeg ik het zonder dat die... hoe zeg ik het zonder dat ik die Gert overstuur maak? Die Gert, die heeft... iedereen van K3 genoemd. En dit is Josje. En die heeft ongetwijfeld ook iets met die Gert gehad. Ook Johnny de Mol. Johnny de Mol heeft niet stilgezeten. Womanizer. Hey, ik ga ook een programma maken met mensen met het syndroom van Down. Want blijkbaar krijg ik dan al die chickies. Dit mag je nooit meer zeggen. Freek Vonk. Oké, eindelijk een man. Ik dacht, anders werd het alweer zo'n vrouwenvriendelijke video. Dat is niet de bedoeling, zeg maar. Een paar minuten zo. Bam, 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 bam. Freek Vonk. Nou ja, ik denk dat dit de ex is van Johnny de Mol. Ja! Johnny, holy shit! Nee, grapje. Dit is de ex van Eva Jinek. Freek Vonk heeft Eva Jinek gebald. En daarnaast ook waarschijnlijk alle dieren in de hele wereld. Onder andere slangen, spinnen en schorpioenen. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, dierenseks is niet echt de bedoeling. Je hebt dat nog niet gesnapt! Eva Jinek! Oeh! Ah! Oh yeah, baby. How you doing? Ik ben goed. Ik ben goed vandaag. Ik ben haar naam vergeten. Ik weet wel wie haar ex is, maar ik ben wel de naam vergeten. Lauren Verster. Ding dong! Soms ineens, jongen. Lauren is een prachtige vrouw. Ook een hele lieve vrouw. Ik ken Lauren van de tijden dat ik nog... van ooit. Ik heb ooit iets met haar gedaan. Een tv-programma. Hoe heet die gozer? Met zijn lange haar zo achterover en ze betels en praat altijd over rijke mensen. Welvaart en de quote en alles wat u... Jort Kelder. Jort Kelder. Jort Kelder, dames en heren. Assie. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen, bro. Ik ben helemaal onder de indruk van die natuur. Holy shit, wat mooi. Dit is Assie. En dat is de ex-vriendin van Kwebbelkop. Juist. Alleen is dit een foto van Jordi met een andere Ams. Maar oké. Okay. Ik moet echt mijn mensen mee gaan betalen, want ze maken slordige foutjes. Niet net als de editors. Foutjes. Niet net als de editors. Die hebben ook alweer foutjes. Editors, net als... Doe nou niet. Nee, dat moet... Nee, foutjes. Dat moet straks pas. Twee vrouwen. Oh, deze... Dit zijn beide, denk ik, de exen van iemand. Deze chicks presenteren allebei koffietijd of zo. 5 uur live. Ik weet... Zoiets. Koffietijd, wat was het toch leuk en gezellig en wat vreselijk. Jammer dat het voorbij is. Ik heb geen idee. Exen van Peter R. de Vries. Jeroen Pauw. Waarom kies jij deze vrouw? Je bent Tantu Smoothboy. Waarom ga je voor deze... Jeroen Pauw, word wakker. Wie de fuck is dit? Geen idee wie dit is. Ik denk dat dit de ex is van... Johnny de Mol. Thomas Be... Oh. Oh. Die is pijnlijk. Die had ik moeten weten. Thomas Bergen, a.k.a. Shine Bright Like a Diamond. Heeft me zo vaak verteld over deze vrouw. Zo vaak verteld over Mirte heet ze volgens mij. En ik weet niet eens hoe ze eruit ziet. Wie is dit, joh? Wie is dit? Ik heb geen idee. Ik vind het ook wel weer een knapperd. Waarom alleen maar vrouwen? Ik heb één man gehad. Freek fucking Vonk. Dit is de ex van... Thomas Berg. Rick Brandsteder. Kijk die kop van Rick Brandsteder. Die zwoele blik. Wat een beautiful man. Oké. Amanda Balk. Ik wist het meteen. Dit is Amanda Balk. Dit is de ex van Afrojack. Afrojack. Pa. Waar is Afrojack eigenlijk? Afrojack is alleen maar aan het chillen volgens mij. Vraag het niet aan mij. Ik ben met pensioen. Haar ken ik. Ik ken haar. Zij heet... deze is wel erg. Deze ga ik krijgen. Ik heb met haar gechilled, gekletst, geknuffeld, ze is een vriendin van Nina. Dit is... dit is de ex van Dave Roelvink. Ik weet het gewoon niet. Ik heb het goed, maar ik heb het ook weer opgefokt. Ik weet nu alweer dat Nina gaat zeggen... Ah, Kelvin, ben je naam vergeten van de... Ik ga nu opzoeken hoe ze heet. Julia. Dit is de moeder van
Moïse. Ja. Dit is de moeder van Moïse Trustful. En zij heet, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ze heet. Ik noem nog gewoon even mama. Fuck aan, mama. De moeder van Moïse is de ex van Marco Borsa. Nee. Ja, nee. Jan Smit. Nee. Blijf gewoon bij Marco Borsa. Nee. Xander de Biesel. Nee. Geen idee. Het was wel Marco. Ik wist dit gewoon. Ik gaf niet eens het antwoord. Ik heb het gewoon. Ik ben het echt zo aan het verneuken. Dit is. Zo, dit is erg dat ik het niet meer weet. Fien. Fien. Mijn vriendin van Expeditie Robinson. Sorry, ik was even. Ik kreeg even een crash. Ik ging even. Ja, Fien is de ex van. Igmar? Is het uit? Het is fucking uit. Ik kan eindelijk Igmar pakken. Dit is wel shocking. Eerlijk is eerlijk, ik heb het best wel goed gedaan. Bedankt voor het kijken, abonneer op mijn kanaal. Volg me overal, want dan gaan we lachen. Mazzel. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.